Hoe kijk je terug op je werk tijdens de COVID-periode? Ja, voor mij de eerste periode bracht een grote verandering met zich mee, want ik werd gedetacheerd vanuit de kindergeneeskunde op de COVID-unit bij de interne geneeskunde en bij de longgeneeskunde. En wat mij vooral opviel in die tijd was dat er veel werd gepubliceerd en veel nieuwe informatie beschikbaar kwam, waardoor de veranderingen heel snel op elkaar volgden. En je wilde natuurlijk de beste en de modernste behandeling aan je patiënten geven. Dus dat was wel dat we van week tot week een andere behandeling soms gaven. En die ontwikkelingen, dat vond ik heel interessant om mee te maken. En daarbij vond ik ook de hechte samenwerking met de andere specialismen op de afdeling. Daar heb ik ook nog steeds profijt van. Dat vond ik heel mooi om te zien, ook vooral omdat iedereen was een team op dat moment op de COVID-afdeling. En je leert elkaar daardoor gewoon een stuk beter kennen. En dat is nu ook, nu de COVID-crisis voorbij is, ken je collega's nog steeds heel erg goed. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? Ja, de meeste indruk is toch wel het verlies van jonge mensen af en toe op de afdeling. En het contact die je hebt met de families daarin. Er is natuurlijk ook sprake van veel verdriet, zeker als het jonge mensen betreft. En voor de ouderen kon je op dat moment toch ook wel een mooie laatste levenszorg bieden. Maar in die fase was het niet altijd mogelijk om de families bij de patiënten te laten. Wat was nieuw voor je in je werk? Omdat ik vanuit de kindergeneeskunde kwam, was ik heel erg gewend dat ouders continu bij het kind waren. En hier op de afdeling mocht de familie hoogstens een uurtje komen. Later werd dat wel iets uitgebreid in de terminale fase, maar die konden niet 24/7 aanwezig zijn